Welkom bij Gastgesprekken van de Nieuwe Wereld. Ik ben journalist Jurgen Tiekstra en ik zit hier met hoogleraar Jan-Willem Eresman om te praten over het stikstofdossier. Jan-Willem, fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag. We gaan over een heel moeilijk, nou ja, complex onderwerp spreken, het stikstofdossier. Je bent hoogleraar milieu en duurzaamheid hier aan de Universiteit Leiden. En je was tot voor kort, tot een paar jaar geleden, directeur van Louis Bolk Instituut. Dat zich specialiseert in duurzame landbouw. Ja. En je was ook lid van de, als ik het goed zeg, de Hordijk-commissie. Mm-hmm. Zeg ik het goed, hè? Die namens de overheid keek naar de methodologie van de stikstofberekeningen. Dus je bent een prominent figuur in het hele stikstofdebat. En samen met anderen heb je dit boekje, wat heel informatief is, stikstof, de sluipende effecten op natuur en gezondheid uitgebracht. Echt een soort haast encyclopedie over ook alle gevolgen voor de bodem en die enorme ingewikkelde chemische reacties. En recenter de melkveerevolutie, de lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog. Een voorbeeld van biodiverse boeren, een concept van het Louis Bolk Instituut dat door 7 landbouwers op Schiermonnikoog is uitgevoerd. Dus dat ze om de stikstofbelasting op het natuurgebied van Schiermonnikoog minder groot te maken, dat ze een ander product zijn geleverd en minder koeien daar hebben. Daar kun je straks wellicht ook wat over vertellen. Maar je zit al decennia in het stikstofdossier, hè? Hoe lang al? Sinds 1985. Ja, toen ben precies. Ik begonnen bij de Universiteit van Utrecht en toen ben ik erin gerold eigenlijk. Ja, want weet je, als je naar de reconstructies terugkijkt, dan is het eigenlijk al een onderwerp sinds de jaren 60, dat langzamerhand maar tot de politiek doorcijpelde. En dus al op allerlei manieren over gesproken, zijn veel beleidsmaatregelen al genomen. Op wat moment kwam jij in het stikstofdebat? Wat speelde er toen vooral? In de jaren 80? In de jaren 80. Nou, in de jaren 80 hadden we net de Hinderwet. En de Hinderwet die had een afstandstabel. En die zei van als je op een bepaalde afstand met een bepaalde uitstoot als boerderij van een natuurgebied zit, dan heb je een bepaalde belasting. Als die te hoog is, meer dan zoveel, dan moet je daar wat aan doen. En dat ging ook al over uitbreiding. Hè. Die tabel werd eigenlijk gebruikt bij uitbreidingen van veehouderijbedrijven. Als je dan een uitbreiding had, dan had je natuurlijk een hogere bijdrage. Was die boven een bepaalde grens, dan kreeg je de vergunning niet. Was die daaronder, kreeg je de vergunning wel. Dus dat speelde toen al, en dat was in 1985... Dat was ook het moment dat het hele verzuringsonderzoek wat toen gebeurde op het hoogtepunt was. Dat ging dan vooral over de uitstoot van industrieën, energieproductie, de zwavelverbindingen. Die verzuring van de bodem veroorzaakte, bossterfte in Duitsland, maar ook in Nederland. En dat was ook het moment dat toen wetenschappers zeiden, ja, dat gebeurde in 1984, we kijken nu wel naar zwavel en naar stikstofoxide, maar ammoniak uit de landbouw is eigenlijk ook verzurend. Ja. En dat waren de eerste metingen uit bossen vanuit Europa, maar ook de Verenigde Staten. En toen is ook ammoniak en de landbouw in het hele verzuringsonderzoek meegenomen. En zo startte eigenlijk het onderzoek naar, maar ja, wie stoot dan wat uit en waar, ja, en hoeveel en hoe verspreidt zich dit? Waar komt dit neer? Wat zijn dan de effecten? En daar ben ik toen net mee begonnen eigenlijk met die groep die in Utrecht zat. Want je hebt dus, om het even het plaatje te schetsen, je hebt de Tweede Wereldoorlog en daarna wordt de landbouw echt geïntensiveerd. En de kunstmest komt groots op de markt. Die is eerder in de 20e eeuw uitgevonden door 2 Duitse chemici die stikstof konden gaan binden en de ammoniak van konden maken. Dat was een fantastische uitvinding. Dus, en toen kreeg je dus, en dat lees ik ook onder andere in jouw boeken, dat de landbouw zich kon specialiseren. Dus je hoefde niet meer en vee en akkerbouw te doen, want die mest had je niet meer nodig als akkerbouwer. Dus het konden 2 gescheiden bedrijven worden die intensiveren. En er was dus een langzamerhand, omdat er ook zo, je had het kleine boerenprobleem, zo werd het geloof ik genoemd. Dus de kleine boeren moesten weg, er moest juist schaalvergroting komen, dus op de duur zat Nederland tot zijn oren in de poep, werd dan gezegd. Het grote mestprobleem heette dat dan. En dan heb je dus heel veel stikstof die en in de mest zit en in de kunstmest. Zo is eigenlijk het probleem ontstaan. Dat is een soort economisch gestimuleerde activiteit vanuit de overheid om ook de export aan te jagen. En nog steeds, dus gaat 3/4 van de landbouwproductie gaat naar het buitenland, begrijp ik. Hè? Dat klopt, ja.
Dus... Het is eigenlijk al, die landbouwproductie, het is al sinds 1840 wordt dat al met overheidsbeleid gestimuleerd. Ja. Als een grote factor van de economie, toen zeer groot hè, in die tijd. Nu veel minder, hè. Het is veel kleiner geworden hè, omdat er andere belangen in de economie zitten. Maar toen in 1840, vanaf dat moment werd al gestuurd op productie. En Sikko Mansholt na de Tweede Wereldoorlog heeft dat eigenlijk alleen maar versterkt. Op basis van hè, de hongerwinter, nooit meer een hongerwinter. Ja, hij was minister van Landbouw, later eurocommissaris voor landbouw. Dat dus klopt. Hij is heel belangrijk geweest. Hij is heel belangrijk geweest in het dossier. Heeft ook later nagedacht van, heb ik dit wel goed gedaan daarin? Ja. En hij heeft eigenlijk die productiefocus, of die productieverhoging heeft hij extra gestimuleerd, naast inderdaad hè, het welzijn en het boerenleven, om dat ook te verbeteren daarin. En daardoor krijg je schaalvergroting en intensivering. En dat zijn de twee begrippen eigenlijk die continu in die landbouw spelen. Ook vanuit de economie, hè, schaalvergroting en intensivering maken dat je meer kan produceren per hectare, dat je kosten omlaag gaan. En aangezien we produceren op een wereldmarkt waar de concurrentie hoog is en de prijzen redelijk laag, ben je eigenlijk heel erg bezig met die kosten te beperken om toch die marge te kunnen houden als boer. Ja, precies. Dus het is al een dossier van jaren her, mm-hmm. dat tot heel veel uitbarsting al heeft geleid. Dus 1970, toen hij, Sikko Mansholt, eurocommissaris was in Brussel, wilde hij de kleine boeren eigenlijk uit het systeem halen. En toen is er een groot protest geweest in Brussel, waarbij ook één boer is omgekomen. Ja. En in die tijd had je ook al kisten en galgen en zo. En die werden meegenomen. En ik zag laatst nog een foto uit de krant van 1990, dat iemand zijn personenwagen over de Afsluitdijk had dwarsgezet, omdat hij zat was van de boerenprotesten. En die tractors, die konden dus niet verder en die probeerden zijn auto weg te slepen. En volgens mij een... Je hebt in 1963 ook nog in Drenthe, geloof ik, grote protesten gehad, toch? Mm-hmm. Hoe zat dat? Ja, die in Drenthe weet ik niet precies meer, maar later in 1990 ook nog. Hè. Weer grootschalige protesten dus, bij Brax. Dus ook die onvrede die er af en toe uitkomt, die heeft ook een enorme geschiedenis. En als we dus nu zitten al sinds 2019, sinds de uitspraak van de Raad van State, dat het programma aanpak stikstof, de PAS die door... in 2050 was ingevoerd dat hij niet voldoet, zitten we eigenlijk weer in een heel heet moment. Ja. Hete jaren. Hoe zie je, als we die hele chronologie hebben, welk hoofdstuk is dit nu precies waar we in zitten? Ja, welk hoofdstuk? Het is eigenlijk een soort golfbeweging. Ik zeg dan steeds, we zitten misschien wel in de vierde golf, hè, in coronatermen. Hetzelfde probleem, maar met een ander virus, zullen we maar zeggen. En nu gaat het over stikstof op natuur en klimaat en water, die de landbouw zou belemmeren. En daarvoor ging het over waterkwaliteit en daarvoor ging het over stankoverlast. We hebben ook de ziektes gehad natuurlijk in de landbouw, dus er waren verschillende oorzaken daarvoor. En ja, het interessante van Nederland vind ik, hè, dat wij zijn een handelsland. Wij zijn echt helemaal ingericht, de hele infrastructuur rond boeren ook. Hè, is ingericht op die export, hè, en op het vermarkten en verwaarden van die bulkproducten die boeren maken. Alleen de boeren hebben zelf ook een hele aparte eigen cultuur. Hè, en dat moet ook, want hè, je bent afhankelijk van de risico's van het weer, van ziekte en plagen. Dus je bent eigenlijk bezig met je systeem voor lange termijn te managen zodanig dat je de producten uit kan halen en dat je het risico zo laag mogelijk kan houden. Mm-hmm. En daar past natuurlijk niet bij een overheid hè, zoals die de afgelopen jaren geopereerd heeft, die dan deze maatregel doet, dan die maatregel, dan is dat weer belangrijk. Want keer op keer moet je je systeem aanpassen. Terwijl eigenlijk, neem een akkerbouwer, hè, die heeft rotaties van 1 op 7, oftewel vruchtwisseling, hè, dus iedere keer een ander gewas. Dus eigenlijk pas na 7 jaar kan die naar iets anders toe. En dat is best wel lang. Dus die kan niet vandaag op morgen iets anders doen. Ja. Nou, ik denk dat niet veel mensen dat begrijpen, dat zo werkt. Hè. En daarnaast, hè, de boeren hebben ook een bepaalde cultuur ontwikkeld. Hè, van, zij zijn heel erg in controle over dat systeem. Zij zijn gewend aan de vrijheid, aan eigen beslissingen. En hoe meer daar een overheid, maar ook andere partijen die vrijheid aantasten, ja, dat werkt heel erg weerstand op. Ja, ja. Dus
In 2015 is die pas ingegaan, programma aanpak stikstof, waarin eigenlijk een soort hypotheek op de toekomst werd genomen, hè, deels, om het simpel te zeggen, van er gaat natuurherstel komen in de geselecteerde Natura 2000 gebieden, die jaren daarvoor waren geselecteerd. En dat geeft nu al milieuvergunningsruimte om boeren hun werk te kunnen laten doen. En dat is dus via het Europees Hof van Justitie in 2018 en daarna door de Raad van State in 2019 afgeschoten. Ja. En dat gebeurde, maar de pas ging in 2015 in, juist in het jaar dat het melkquotum eraf ging. Dus dat ze vrijelijk melk konden gaan produceren. En dus dat alle stallen zijn uitgebreid van de melkveehouderij. Ja. Dat is ook een hele rare gang van samenkomst. Die ook door de Remkes-commissie als heel raar is genoemd. Hoe kan dit? Hoe kan dit samengaan? Leg eens uit. Ja, ik denk wat hier een grote rol speelt is de politiek, hè, en hoe de politiek hier mee omgegaan is de afgelopen jaren. Steeds zie je ministers die dan echt wel willen veranderen en dan op het laatste moment of de politiek tegenkomen, de weerstand tegenkomen en zich terugtrekken. Of er zijn maar hele kleine stappen gemaakt. Er is gewoon vergeten om samen met de boeren een lange termijn visie en een lange termijn implementatie te doen van hoe ontwikkel je nu, maar wel binnen de randvoorwaarden van het milieu. En dat zie je keer op keer. En dan loop je tegen een grens op. Nou, nu de Raad van State dan. Dus eigenlijk loop je knoeihard tegen een muur op. En dan wil je heel snel wat doen. Ik zei net al, het gaat niet snel. Dat kan gewoon niet. Dat is onmogelijk. Daar ligt het boek over schimmelijk oog. Daar komen we zo misschien wel op. Hè? Ja, 7 jaar. Heeft 7 jaar geduurd. En om die verandering bij hun te bewerkstelligen. Ja, en dat is gelukt. Hè? Dus succesverhaal. Maar voor mij leert dat. Dit heeft gewoon tijd nodig. En ook terugkijkend in de geschiedenis. Hè, er zijn weliswaar heel veel protesten geweest. Maar die boeren hebben wel altijd wel voldaan aan wat ze moesten doen uiteindelijk. En dus ze hebben het wel gedaan. Dus je moet er tijd voor nemen, je moet ze meenemen, je moet er samen in optrekken en je moet wel heel goed luisteren naar wat hun behoeften zijn, naar wat ze opsturen en naar wat ze moeten doen daarin. Maar wel in gezamenlijkheid en zoveel mogelijk ook die vrijheid respecteren, dat ze daar zelf de verantwoordelijkheid voor hebben. Ja, precies. Want er is dus ook al heel veel gebeurd sinds de jaren 90. Ja. Hè? Dus met dat de mest nu wordt geïnjecteerd in het landbouwgrond, dus niet meer wordt verstoven zogezegd of versproeid. En ook de stallen zijn aangepast, hè, met ammoniakzuiveringsinstallaties. Mm-hmm. Ja. En nog wat maatregelen die ik even ben vergeten. En dus dat heeft al voor een hele grote afname gezorgd. 40% ammoniak? Nee, 65% van de ammoniakemissie. Ja, van, ten opzichte van zeg 1990 en dat was een beetje het hoogtepunt. Hè. Ja, precies. Dus sindsdien is het 65% afgenomen. Ja. Maar kennelijk er moet nog heel veel gebeuren, ja. Hè? Om het zo te zeggen. Dat de politiek ziet dat zo. En jij als deskundige misschien wellicht ook. Dan heb je in een soort gebeurtenis in politiek krijg je dat de pas wordt afgeschoten. Dus de milieuvergunningen worden van boeren volgens mij terugwerkende kracht nietig verklaard. Of die zijn niet meer geldig. Mm-hmm. Dus zij hebben heel veel onzekerheid juridisch gezien. Ja. En dan moet snel een oplossing voor gevonden worden. En dan wordt de commissie Remkes, die dan 2 rapporten uitbrengt ten aanzien van hoe het verder moet, die zegt, als ik goed zeg, 50% reductie in 2035 van de stikstofemissie. Mm-hmm. Maar het huidige kabinet dat met een nieuw akkoord kwam begin dit jaar, heeft dat nog weer naar voren geschoven, naar 2030 zelfs. Ja. Dus die heeft het alleen nog maar sneller gemaakt. Terwijl je net zegt, het heeft veel tijd nodig. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, goed, ik denk hè, de politieke ambitie is er. Hè, omdat zij zeggen van ja, nu moeten we toch eindelijk wat doen. Hè. Dus ze hebben ook naar hun voorgangers gekeken en gezegd, ja, weet je, tot nog toe hebben we dit eigenlijk laten sluimeren. Of in ieder geval niet opgelost. Hè, er is een deel gereduceerd, maar het is niet voldoende. We zijn nog steeds de hotspot in Europa hè, van stikstof. Of het nou water of rivieren of lucht gaat. Dus we moeten nu wat doen. En vandaar dat ze die ambitie verhoogd hebben. Het is wel in samenstelsel met andere dingen, hè, omdat er natuurlijk een heel grote ruimtelijke opgave ligt in het platteland. Woningbouw, recreatie, natuur moet uitgebreid worden. We hebben klimaatakkoord, we hebben duurzame energie die geproduceerd moet worden. De kwaliteit van lucht, bodem en water moet verbeterd worden. Dus er is heel veel te doen in dat landelijk gebied.
Ik ben het ermee eens. Hè. Ik denk dat versnellen hier niet zoveel zin heeft. Hè. Het begint ermee. Is er wel een goed plan? Ja. Hè, weten wij eigenlijk wel wat we met dat landelijk gebied willen? Of weten we eigenlijk wel wat we met de landbouw in Nederland willen? We zijn weten we dat? Nee, niet. Nee, dat denk ik niet. Hè. Want ik denk dat we uit zijn gegaan, ook het coalitieakkoord, hè, die is uitgegaan van we hebben Europese verplichtingen. De richtlijnen die er liggen, vogel- en habitatrichtlijn, kaderrichtlijn water, nitraatrichtlijn en het klimaatakkoord. Dat zijn verplichtingen waar we als land aan moeten voldoen. Daar gaan we de maatregelen op enten. Maar zonder visie over waar je dan naartoe wil en wat voor keuzes je daarin maakt. Neem bijvoorbeeld, hè, wij zijn tweede exporteur van de wereld, hè, van voedselproducten, weliswaar met doorvoer ook. Willen we dat wel blijven? Is dat wel nodig? We zijn er trots op en het is goed gedaan. Maar ja. Is dat nodig? Maar waarom is het nou 5 jaar naar voren gehaald in het huidige kabinetsakkoord? Nou, alleen maar omdat ze Europa... Nee, ik denk... De druk van Europa voelen? Nou, ik weet het ook niet precies wat de ambitie daarbij is. Maar ik denk ook dat daar een juridische grondslag ten gronde onder ligt. En dat vind ik ook wel een interessant. Let wel, ik ben geen jurist, hè, maar ik volg het natuurlijk ook. Hè. Kijk, die uitspraak van de Raad van State, die wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. En een van de interpretaties die ik ook bij het ministerie hoor, die zegt van eerst moet de neerslag van stikstof op die natuurgebieden op dat niveau zijn dat er geen effecten meer zijn. En pas dan kan je vergunningen afgeven. Ja, ja. Dat betekent dat je heel snel die maatregelen moet nemen. Nou, ik denk dat dat het motivatie is voor de versnelling. Maar als ik juristen spreek, zeg ik, nee, maar dat hoeft helemaal niet. De Raad van State heeft weliswaar de pas afgeschoten, maar die heeft gezegd, de pas, daar kan ik goed mee leven. Alleen zorg nou dat je aanpalend beleid hebt die laat zien dat structureel die neerslag naar beneden gaat. Hoeveel hebben ze er niet bij gezegd? Wanneer hebben ze ook niet bij gezegd? Nee, als het maar zorgt dat je die natuurkwaliteitsdoelen gaat halen. Dat je daar naartoe op weg bent. En daarbinnen kan je dus best met een pas en met vergunningen werken. En dat zeggen juristen ook. Dus door die verschillende perceptie krijg je wel een totaal andere inzet qua beleid. Dus dat maakt in de praktijk heel veel uit. Dus dan zou het zo kunnen zijn als je maar laat zien dat er gewerkt wordt aan herstel van die natuurgebieden, ja, dat is voldoende? Ja, of? Ja, kijk, eigenlijk de vogel- en habitatrichtlijn waar het om gaat, daar staat het woord stikstof niet in. Nee. Er staat alleen maar in dat je instandhoudingsdoelen moet halen. Heel even terug, waarvoor is die richtlijn? Die richtlijn die is in het leven geroepen omdat Europa, dus wij ook, de ambitie hadden om de biodiversiteit in Europa niet verder achteruit te laten gaan. Sterker nog, om dat te bewaren. Toen is de vogel en later de habitatrichtlijn in het leven geroepen. En die zegt van member states, landen, selecteer nu gebieden waarvan jij zegt die zijn representatief voor Europa, voor de biodiversiteit van Europa en die willen we beschermen. Nou, dan de Waddenzee, daar zou iedereen het over eens zijn. Wij hebben alleen de Waddenzee, beetje Duitsland, beetje Denemarken, dat wij daar een verantwoordelijkheid voor hebben om die te beschermen. Is heel belangrijk voor trekvogels, noem maar op. Geen discussie over. Mm-hmm. Maar we hebben ook gebieden op het land aangewezen. Veluwe zal waarschijnlijk ook geen discussie over zijn. Maar er zitten ook wat kleinere gebieden bij die heel belemmerend nu werken. En dan kan je afvragen, is dat nou handig of niet? Ja. Maar in ieder geval, die keuze dat is gemaakt. Die zijn aangewezen als Natura 2000. Die hebben wij als Nederland aangewezen ter bescherming. En dus die richtlijn zegt, nou ja, die heb je aangewezen, dus die moet je ook beschermen. En dat betekent dat je een bepaalde kwaliteit moet voldoen, zodanig dat er bepaalde soorten voorkomen en dat die habitat bepaalde karakteristieken heeft. Ja. En stikstof is een van de belangrijkste bedreigingen voor die kwaliteit. En aangezien stikstof al veel te hoog is en nog steeds te hoog, moet die naar beneden. En dat heeft de Raad van State gezegd, van nou, zorg nou dat die depositie naar beneden gaat. Maar wel zodanig dat die instandhoudingsdoelstellingen in beeld komen. In beeld komen? Ja, of later gegarandeerd kunnen worden, want dat was de afspraak. Ja, dus je kunt het ook een veel langer proces in die zin uitstippelen. Zeker. En voor de transitie.
Plus dat er nog heel veel andere factoren zijn op die natuurgebieden, als grondwaterbeheer. Hè, die maken dat er meer stikstof mee. Dat gebied met meer stikstof om kan gaan. Ja. Ondertussen verandert het klimaat. Hè, dus de toestand die in 1990 of 92 afgesproken is, die is al lang niet meer zo, omdat klimaat verandert. En dus ook niet meer te bereiken soms voor sommige gebieden. Exoten. Dan heb je het over de kritische depositiewaarden die zijn afgestemd op. Ja, en die hebben nu een juridische hardheid. Hè? Ja, die niet past bij het huidige klimaat wellicht. Nee. Omdat er ook klimatologische veranderingen zijn. Nee, plus ecologisch gezien, wetenschappelijk gezien, zijn het ook geen harde waarden. Het zijn richtinggevende waarden die een indicatie geven voor de kwaliteit van de natuur als je daar dichtbij komt. Op stikstofgebied. Ja, dus die waarna risico ontstaat op verslechtering van de natuurwaarden in dat gebied. Als die KDW's over... Ja, en naarmate de duur en de hoeveelheid van de overschrijding wordt het risico groter. Nou, daar heb je ook nog een punt. Want je zat in die commissie Hordijken die naar de meteorologie keek of die goed genoeg is ten aanzien van de stikstofberekeningen. Nou, dan zit ook chemicus Jaap Hanekamp zat er ook in. En die maakt juist steeds, ook op zijn eigen weblog, een groot punt ervan dat die KDW's, de kritische depositiewaarden, dat hij liever een bandbreedte zou zien. Dat zou hij wetenschappelijk logischer vinden. Ja. En dat er ook heel veel onzekerheid aan zit. Te veel onzekerheid om al zo'n harde doelstelling te gebruiken. Zeker. Nou, we gebruiken dat wel heel zwart-wit. Hè, maar ik werk heel veel samen met een statisticus, Tom Brouwer. En die is ondertussen bezig met te kijken van, nou, maar stel nou dat je een bepaalde range voor die kritische depositie waarneemt, een bepaalde range voor de depositie, de onzekerheid daarin verwerkt. Dan krijg je dus een soort kansberekening van, hè, of die kritische depositiewaarde overschreden wordt of niet. Dan kan je het veld ingaan en kijken of je inderdaad daar ook die effecten ziet. Dus er zijn best wel manieren om daarmee om te gaan. Voor de commissie Hordijk was dat geen punt, omdat wij niet naar de ecologische aspecten gekeken hebben. Mm. Maar alleen naar die atmosferische aspecten, die modellen die daar gebruikt worden. Nee, precies. Maar ik vond het wel opvallend dat hij ook in die commissie zat. Ja. En dat geeft hem ook wat status. Je zit dan te kijken, hoe kan je iemand inschatten? En dan grappig dat hij ook in die commissie zat, dat hij hier zo'n sterk punt van maakt. Nou ja, hij is altijd kritisch geweest, hè, op modellen en op metingen. Ja. En dat is ook een van de redenen geweest waarom hij ook uitgenodigd is in die commissie. Om te zorgen dat het niet alleen maar mensen zijn die aan één kant zitten, maar dat het gewoon een brede vertegenwoordiging is. Dus eigenlijk zou je voorstander ervan zijn om die KDW's wat ruimer te nemen of met grotere bandbreedte. Ik zou het niet juridisch zwart-wit nemen. Wel, maar dat is nu wel het geval. Dat is nu wel het geval. Is dat oplosbaar? Ik denk je bent geen jurist, maar... Nee, ik ben geen jurist, maar ik weet dat ze in de wet staan. Het is wel heel belangrijk. Ja, het is heel belangrijk. Ik weet dat ze in de wet staan. En ik zou zeggen, ik vind het ook onhandig, want de wet zegt, we sturen op een omgevingswaarde. Die is hard. 74% van de Natura 2000 gebieden mogen geen overschrijding van de kritische depositiewaarde hebben in 2035, staat in de wet. Ja. Dus die omgevingswaarde dus is 74%. Wet, dat is de huidige wet. Ja. Maar daar zitten dus die kritische depositiewaarden onder, want die bepaalt dat oppervlakte. Ja. En ik vind het een onhandige omgevingswaarde, omdat wat kan ik nou als individuele boer aan die 74% doen? Die relatie is totaal zoek natuurlijk. Die kan je niet aantoonbaar maken, omdat het over het totaal gaat. Dat doe je met z'n allen. Ja. Dus ik zou liever in de wet een indicator hebben waar iedereen van begrijpt van, oké, het gaat over, bijvoorbeeld over uitstoot per hectare. Er zit een grens aan. Hoe kan ik die grens bereiken? Dan kan je je handelingsperspectief zelf veel beter, veel beter inschatten, veel beter op sturen. Daar is ook een grote behoefte aan bij boeren. Zeg mij maar wat ik moet doen. Wat is de handelingsruimte? En daar kan ik misschien zelf hopelijk creatief genoeg in zijn om dat te bereiken. Ja, en nu gaat hij aan de slag. Dan gaat hij bepaalde maatregelen nemen. Maar hij weet totaal niet hoe dat met die 74% matcht. Maar dat moet misschien over een jaar, als de provincies het gaan uitwerken in de praktijk, moet dat dan bepaald worden? Want die gaan het... Je krijgt twee dingen. Je krijgt dat die provincies die redeneren heel erg vanuit de overschrijding van de kritische depositiewaarde naar de maatregelen die genomen moeten worden. Dus de emissies in de nabijheid en daarbuiten. Maar wel om die 74% te halen. Dus dat moet je ook weer bij elkaar brengen. Want als er in de provincie te weinig doet, haal je dat weer niet. Precies.
Dus dat is wat ze doen daarin. En het tweede is dat er een ecologische autoriteit komt. En ik denk dat die wel van belang is. Die moet aangeven welke natuurgebieden. We hebben nu een zware stikstofbelasting, maar ook heel veel effecten. Is de verslechtering heel hard aan het gaan en moeten daar extra maatregelen genomen worden? Of valt het mee, kan je met grondwaterbeheer wat doen en is er minder nodig? En dat is dus eigenlijk een soort, ik zou zeggen vervanging voor die kritische depositiewaarde, want die doen dan uitspraken erin. Kan ook tegenvallen voor iedereen, hè? Kan meevallen, kan tegenvallen. Wanneer komt die autoriteit er dan? Ik begreep in het derde kwartaal van dit jaar. Dus dat is net na de zomer. Want je hebt ten aanzien van... het Planbureau voor de Leefomgeving had in juli 2021 ook een rapport naar een uitweg uit de stikstofcrisis. En toen was het huidige kabinet nog niet tot stand gekomen. Maar dan zeggen zij ook inderdaad van een zaak als verdroging of een tekort aan leefgebied, daar zit er niet zulke harde streefwaarden aan als wel aan die stikstofdeposities. Daar verbazen ze zich over. Ja. Wat ze zelfs ook nog schrijven is dat, dat er eigenlijk een hele grote politieke keuze hierachter zit. Omdat het beleid zo ingrijpend is, schrijven ze bij een keuze voor strikte stikstofdoelen, zoals het in 2040 of 2050 overal in Nederland halen van de KDW's, moet er rekening worden gehouden met een noodzakelijke, historisch ongeëvenaarde transformatie van landbouwland Nederland. Door de oogharen heen tekent zich een eindbeeld af waarin open vormen van veehouderij, dus open stallen en akkerbouw, in de stikstofgevoelige provincies Gelderland, Brabant en Overijssel ruimtelijk gezien een sluitpost zijn. Ook als de biologisch kringloop, natuurinclusief of hoogtechnologisch zijn die boerderijen. Ja. Dus dan zou je nog in die provincies Gelderland, Brabant en Overijssel alleen gesloten stallen hebben met goede luchtzuivering. Nou ja, dat zien ze door de ogen. Nee, ik weet het. Ik snap ook waar ze vandaan komen, maar ik vind het een beetje overdreven, moet ik heel eerlijk zeggen. Want dat heeft ermee te maken dat zij wijzen dan wel het halen van de overschrijding van die kritische depositiewaarde helemaal toe als aan Nederlands beleid. Maar je hebt ook een deel wat uit het buitenland komt. Je hebt een deel wat uit industrie en verkeer komt en je hebt een deel wat uit landbouw komt. En ik vind, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen opgave. Dus ik zou zeggen, als richtinggever gebruik die kritische depositiewaarde niet in absoluut, hè, maar je moet gewoon naar beneden en je moet weten hoeveel en waar, dus dan moet je ze wel gebruiken. In die overschrijding zit een aandeel landbouw, er zit een aandeel overige sectoren in Nederland en er zit een aandeel buitenland. Landbouw is alleen verantwoordelijk voor de reductie van dat deel overschrijding waar ze zelf aan bijdragen. Dat is mijn stelling. Ja. En dan is er altijd perspectief. En dan is er altijd ruimte voor landbouw. En inderdaad, op sommige plekken wat minder emissie dan op andere. Maar dan is er altijd landbouw mogelijk. Want 30% komt uit het buitenland, hè, van de stikstof. 35%. 35%. Dus zelfs als de landbouw roomser dan de pauze is, dan zit er nog steeds een overbelasting op de natuurgebieden vanuit het buitenland. Ja. Maar het buitenland vergt gewoon totaal andere benadering, ander beleid. En daar is ook Europees beleid toch voor? Ook een limiet in 2027? Of? Er is nog een directive, dat is de National Emission Ceilings Directive. Dus iedereen, emissieplafond. Een emissieplafond dat overigens gebaseerd is op kritische depositiewaarden in Europa. Dus die worden overal wel gebruikt. Maar daar zijn de doelstellingen zo relaxed dat wij daar zelfs in Nederland aan voldoen, terwijl we toch te hoog zitten. Dus het is niet zo dat als Duitsland ook echt maatregelen gaat nemen, dat wij daar heel veel profijt van gaan hebben? Ja, op zich wel, hè, omdat die buitenlandse bijdrage naar beneden gaat. Die gaat wel naar beneden? Die gaat dan, hè, als zij maatregelen nemen, gaat die naar beneden. En ik denk zeker, hè, dat als wij als Nederland en Vlaanderen, hè, als wij stikstofmaatregelen nemen, dat we naar Europa moeten gaan en zeggen van, we willen die NEC directive onderhandelen. We willen die plafonds voor andere landen ook naar beneden hebben, want wij doen meer dan dat er nodig is. Ja, ja, dus het moet wel echt om als, en uiteindelijk gaat het om natuurbehoud. Mm-hmm. Uiteindelijk moeten die buitenlanden ook echt zeker meedoen om onze natuur zeker op die het hoge pijl te houden. Zeker, en dat geldt niet alleen voor ons natuurgebieden als bijdrage, maar ook voor hun eigen. Ja. Want iedereen is gehouden aan die uitspraak van het Europees Hof. Dus iedereen zal ook maatregelen voor stikstof moeten doen om de natuur te beschermen. Ja. En die emissieplafonds, dan gaat er nog veel verandering tot 2027? Gaat er nog veel gebeuren? 2027 is het jaar voor de kaderrichtlijn water. Oh ja, om de waterkwaliteitsdoelen te halen. Wanneer is het emissieplafond ook weer? Het emissieplafond is voor 2030.
In Europees kader. En ze hebben gekeken naar wat moet er daarna gebeuren. En daar zijn onderhandelingen over. Maar gaat de komende jaren veel gebeuren met emissies in Duitsland, België, Frankrijk? Nou ja, Duitsland is bijvoorbeeld wel interessant. Omdat die hebben nu nog geen focus op dat natuurbeleid. Hè, maar wel... zij zijn erg onder druk gezet de afgelopen jaren omdat ze de waterkwaliteit niet halen. Daar onvoldoende maatregelen in de landbouw voor namen. En nu net, hè, van de week is het besluit genomen om rigoureus daar ook in de landbouw maatregelen voor te nemen. Omdat zij anders een miljoenenboete zouden krijgen van de EU. Dus de waterkwaliteit is op dit moment in Duitsland een probleem. En die waterkwaliteit wordt aangetast door ammoniak uit de landbouw onder andere? Hè? Nou ja, weer hetzelfde. Het komt allemaal terug op de mest. Hè? Ja, precies. Ook in dat geval. Ook in dat geval, ja. Bij hun ook. Ja. Wat ik me nog afvroeg, als je een beetje terug in de tijd gaat, meer naar begin jaren 90 en dan over het mestprobleem leest, dan... want in 1990 kwam er een rapport van de Algemene Rekenkamer uit en die was... oordeelde hard over het politieke beleid ten aanzien van het mestprobleem. Ja. En dus de toenmalige minister van Landbouw van het CDA, Gerrit Braks, moest opstappen. Die had bijna 10 jaar gezeten. En als je in die verslaggeving leest, gaat het ook over de effecten van ammoniak en zo op en stikstofoxiden op de massale sterfte van bossen. En dat was in die tijd de grote zorg natuurlijk. Met de woudsterven in Duitsland en zure regen hier. Dus dat wordt dan benadrukt. En niet zozeer wat we nu horen, schrale natuurgebieden, voedingsarme natuurgebieden zoals heides en zandvlaktes of duingebieden. En wat me ook opviel is dat het toen meer om pluimvee en varkenshouderijen ging. En dus Gerrit Braks heeft in 1984 ook een interimwet pluimvee en varkenshouderij doorgevoerd om de groei daarin te stoppen. Dus het ging niet zozeer om melkveeën, koeien. En het ging niet zozeer over die schrale gronden. Hoe zit dat tweede heb je gelijk. Het ging niet zozeer over melkvee, maar over pluimvee en varkens inderdaad. Hè? Omdat varkensbedrijven en pluimveebedrijven juist tegen die Natura 2000 gebieden aanzitten. Hè? Dus heel dicht bij de natuur. Dat heeft te maken met, vroeger waren dat de bedrijven die schapen hielden op de heide, de mest daarvoor gebruikten voor wat akkerbouw. En door de import van goedkoop eiwitrijk voer, wat niet belast was, graan wel, eiwitrijk voer niet, konden deze boeren juist groeien. En dat werd opeens, die zagen opeens economisch perspectief. Maar ja, dat is zo uit de kluiten gewassen. Dus vandaar dat heel erg de nadruk op die pluimvee en op varkens lag. Daar is ook veel gebeurd. Hè. Er zijn luchtwassers, dus er is ook wel veel gereduceerd daarin. Want momenteel is melkvee 60% van de ammoniakemissies van melkvee. Dus dat is verreweg de grootste bron. Sinds alle maatregelen van toen, zijn de meeste, melkvee de grootste... Ja, is eigenlijk melkvee de grootste. Mensen op internet of boeren zeggen dan vaak van... ja, maar weet je, in 1950 hadden we 1,5 miljoen koeien... en we hebben nu weer 1,5 miljoen koeien. Wat is het probleem? Ja, zeg ik dan, die koeien leveren wel 10 keer zoveel melk dan toen de tijd. Die krijgen ook heel veel meer voer... Die stoten ook heel veel meer stikstof uit. Dus het aantal is wel hetzelfde. Maar het zijn gewoon grotere stikstofproducenten geworden. En de hoeveelheid mest die ze laten vallen, die is ook vergroot, hè? Die is ook vergroot, ja. Ze poepen gewoon echt veel meer en het is ook van dat drassige spul of zo. Of heeft dat niet drijfmest. Het heeft ook met de voeding te maken dat je een koeienvlaai hebt, misschien die ook heel mattig is. Voeding en verzameling. Nee, zeker. Ja. Hè, ook zeker voeding draagt bij aan de kwaliteit van de mest. Ja. En uiteindelijk, in het verleden produceerden we mest om de bodem te verbeteren. En te zorgen dat je akkerbouw kon doen en voedsel kon produceren. En daarnaast produceerde je melk en eieren en vlees als bijproduct. Je zei eerder al, hè, kunstmest heeft ervoor gezorgd dat dat niet meer hoefde. Hè, dat je de akkerbouw met kunstmest kan doen. En plotseling is mest een afvalprobleem geworden. Ja. En niet meer een voedingsprobleem voor de bodem. En daar moeten we weer naartoe terug. Hè. Je moet weer terug naar het circulaire systeem waarbij je zegt van ik produceer mest. Daar kan ik goede kwaliteit gras mee produceren. Ik produceer niet te veel mest, ik produceer ook niet te weinig, maar dat in een circulair systeem zit. En dan kan je kunstmest verminderen, dan kan je krachtvoer verminderen en dan kan je op grasbasis circulair goed produceren. Op een bepaalde manier is het dus ook een vooruitgangsprobleem, omdat er een overvloed is aan stikstof, terwijl dat juist
het goud was dat we moesten hebben om, om die enorme voedselproductie te krijgen. Dus dat lees ik ook in een stikstofboek. Dat prachtige feitje waar een tragedie achter schuil gaat, dat er een Salpeteroorlog is geweest tussen Peru, Chili en Bolivia. Want er waren salpeterbronnen in de Atacama-woestijnen. Daar zat zoveel stikstof in, dat was goud waard. Ja, zelfs een oorlog overgevoerd. Ja. Maar nu is er sinds, door de uitvinding van kunstmest, begin 20e eeuw onder andere, is het fantastisch. Ja, alleen te veel. Alles is onbalans, kom je dan in terecht. Ja, precies. Ja. En dus het is ook een teken van vooruitgang. En dan moet je altijd weer, dan gaat het weer te ver door. Dan moeten we weer daar op acteren. Maar wat ik me nog afvroeg, we hebben nu niet over massale bossterfte. Ook omdat, er is een heel recent nog nationale bosinventarisatie uitgekomen, die redelijk positief is. Ja. En er is zelfs 11% van de Nederlandse landoppervlakte staat bos. Terwijl dat in de 19e eeuw maar 1% was. Toen was alles gekapt. Ja. Maar dus in die zin, we komen ook op dat punt weer ergens vandaan. Ja. Maar wat ik wil zeggen, dus waarom horen we niet meer over de bomen? En, want zit er ook iets modetechnisch in? Want het was ook echt een soort hype om heel erg bang te zijn voor wat er met de bossen in Europa ging gebeuren. Ja. Eind jaren 80. Nou ja, dat was natuurlijk het zure regenprobleem, hè, waar stikstof een onderdeel van was. En dat waren de bossen die hoog groeiden in Duitsland, maar ook in andere berggebieden. En in Zweden natuurlijk, in Scandinavische landen vooral, daar is het eerst gezien. Maar die staan op, er is maar een hele dunne laag rond de op de rotsen. Ja. En die verzuring gaat dus heel snel. En daar gaat de kwaliteit van die bossen ging heel hard achteruit. En dat kon je ook laten zien dat het effect was van zwavel en stikstofdepositie daarin. Nu, die zwavel die is met 90% afgenomen. Daardoor is ook de verspreiding en die verzuring afgenomen. Stikstofoxide ook met 60% gereduceerd. Dus dat is veel kleiner geworden, die effecten daarvan. Waar we nu veel meer naar kijken is niet zozeer naar die bossterfte. Deels wel, hè, want ook eikenbossen in Nederland, hè, die zie je nu in kwaliteit verminderen en doden. Ja. Ja, die hebben er heel veel last van door die bodemverzuring vanuit stikstof. Dus in Nederland is dat wel zeker verzuring een belangrijk aspect. Maar het gaat nu veel meer over de biodiversiteit als totaal. Ja. En daar heeft stikstof wel een hele belangrijke rol in. Dat is ook een beetje inherent aan het stikstofprobleem. Biodiversiteit bestaat bij heel weinig stikstof. Ieder organisme heeft stikstof nodig. Jij en ik hebben stikstof nodig. Hè. We hebben niet zoveel. We slaan het ook niet op. Hè. We hebben dat dagelijks nodig in onze voeding. Dat geldt voor iedereen. Alleen de natuur produceert maar heel weinig van het reactief stikstof. Dat zijn onweer, dat zijn bacteriën samen met bijvoorbeeld klavers, die een beetje stikstof vastleggen. Maar dat is veel te weinig om 8 miljard mensen zo meteen te voeden, 7 nu. Dan moet je stikstof toevoeren. Maar wat gebeurt er nu in een systeem? En landbouwers weten dat. Op het moment dat je stikstof toevoert, dan schakel je heel die biodiversiteit uit. Biodiversiteit is eigenlijk een hele natuurlijke, hele prachtige, mooie, allerlei processen en interacties tussen bacteriën, schimmels, planten, dieren, om te zorgen dat ze zo goed mogelijk met die stikstof omgaan, omdat er zo weinig van is. Dus dat vond ik heel mooi om te lezen. Biodiversiteit is eigenlijk een lelijke term, vind ik. Maar daarachter zit een rijke wereld van bloemen en insecten. Maar dat is eigenlijk een bijproduct, zo gezegd, om te gaan met de schaarste aan stikstof. Dat er allerlei innovatieve manieren zijn gevonden door de natuur en door het dierenleven om daarmee om te gaan. Ja. Dus door schaarste heb je een soort rijkdom gekregen. Precies, ja. Alleen dat levert niet genoeg biomassa voedsel op. Hè. Dus wat je doet is daardoor stikstof toevoegt. Ja, en iedereen weet dat dan gaat de groei omhoog, dat gaat sneller en dan krijg je dus meer eten, meer voedsel. En daarom dat wij ook al eens een keer berekend hebben dat meer dan 50% van de mensen leeft van kunstmest. Hè, omdat dat dan meer groeit en dan weer meer oogst en noem maar op. Landbouwers weten dat ook, hè, boeren. Op het moment dat je een kruidenrijk grasland hebt en je gooit daar steeds meer stikstof op, gaan die kruiden weg. En je houdt nog maar één gras over. Ja. En dan gebeurt in de natuur precies hetzelfde. Alleen dan wordt dat via de lucht, komt dat op die natuur terecht. En hoe meer, is eigenlijk gewoon bemesting, waardoor je een soort obese natuur krijgt. Die schakelt die biodiversiteit uit, die verdwijnt. En hou je alleen nog maar monocultuur en schrale gebieden over. Maar waarom ik ook vroeg naar die massale bossterfte is dat
wat je in een samenleving kunt hebben, is dat er een soort kokereffect ontstaat. En dat heb je volgens mij, als ik dus reconstructies lees van milieuhistorici over die, debat over de zure regen, vooral in Duitsland is dat heel fel geweest, dan is dat... Dan werd er gekeken uit autoraampjes van zien we zieke bomen. En dan gaat je aandacht daar helemaal naar. En dan lijkt het alsof het alomtegenwoordig is. Terwijl achteraf er veel alarmisme onterecht is gebleken. Er moest natuurlijk iets gedaan worden. Maar... En nu kunnen we misschien, als we vergrassing zien of een braam zien, we die heeft ineens een betekenis gekregen voor ons. Oh, het is een verbraming van de, de natuur. Dus in hoeverre krijg je ook een soort modegril in het maatschappelijk bewustzijn dat we heel erg op die schrale gronden gaan letten. Ik snap heel goed wat je bedoelt. En ik zie dat ook wel als probleem, dat denk ik ook. Aan de andere kant is dat wel onze menselijke behoefte. Als je het niet ziet, is het er niet. We willen ook wel wat... ik merk dat ook steeds met media. Die willen dan gewoon laten zien wat er gebeurt. Laat nou eens zien. En wat gebeurt hier dan of daar dan? Want anders dan wordt de kijker niet overtuigd, bij wijze van spreken, van het effect zelf. Dus je moet het laten zien. En ik neem het voorbeeld van de bodem. 25% van de biodiversiteit zit in de bodem. Nou, in de landbouw gaat dat rap achteruit. Hoe kan je dat laten zien? Ja, niet... En dus is het er ook niet. Nou, dan hebben we nu de focus op wormen. Dan denkt iedereen van nou, wormen, dat is niet zo lekker. Dat is niet zo fijn beeld. Maar Allah, we begrijpen dat die essentieel zijn voor het systeem. Wormen, dus als ze er niet zijn, vooruit. Dan focussen we een beetje de beeldvorming van de wormen. Maar ik denk dat dat een beetje een menselijke behoefte is daarin. Om toch overtuigd te worden, visueel, wat er gebeurt. Ja. Dus dan moet de wetenschappen moeten het brede beeld blijven houden. En dat we niet. En politici gaan natuurlijk ook snel in de beeldvorming mee. En die laten zich ook opjutten soms. En dan doen ze hele grote uitspraken, zoals je kunt zien als je reconstructies van de zure regen leest. Maar ja, nog even over de pers. Want je vertelde voorafgaand aan het gesprek dat je merkt nu dat de buitenlandse aandacht groeit voor de boerenopstanden hier. En dat jij krijgt ook buitenlandse pers over de vloer. Kan je dat vertellen? Ja, gisteren Oostenrijk, de Franse dagblad Le Monde. Vanuit Brussel volgende week komen Tsjechische mensen filmen. Dus, en wat wilden ze weten? Nou, eigenlijk, wat zit er nou precies achter die boerenprotesten? Wat is nou dat stikstofverhaal? Waar komt dat nou vandaan? En waarom zijn die boeren nou zo boos eigenlijk? Dat snappen ze niet. En ze willen ook meer weten over die toestand dan in Nederland van die stikstofproblematiek. Maar het is niet zo, hebben ze ook hun eigen perspectief heel sterk, dat ze hun eigen problemen meenemen, hun eigen visie? Ja, dat is ook gelijk de vraag, van gebeurt dit zometeen ook in ons land? En ja. Waar moeten we ons op voorbereiden dan? Dat zijn natuurlijk ook de vragen daarin die nu langskomen. Want je ziet dus ook, wat mij opviel, is dat je wat Canadese guerrilla-journalisten zogezegd ziet, die gaan hier filmen of zo bij de boerenprotesten. En die zien dat dan misschien in een parallel met de truckersprotesten onder Justin Trudeau in Canada. Ja. Of ik zag een Amerikaanse journalist die veel met milieu bezighoudt. Die vindt dat. Die legt de nadruk erop. Dat is Michael Schellenberger. Wel een heel interessante journalist, vind ik. Maar die is iets meer. Heeft een milieuactivisme afgezworen. En wil ook de techniek loven en prijzen. De moderniteit. En die zegt. Het gaat zo goed met die boeren daar. Die doen zo fantastisch werk. Omdat ze niet meer kunstmest zijn gaan gebruiken. Maar een enorme opbrengst te hebben. Dus het is het state of the art. Mm-hmm. Maar dan heb je een soort green elite. Die zich blind staat op natuur. En dan dat onderwaardeert. Die heeft zijn eigen narratief in die zin weer. Dat gebeurt natuurlijk ook in Amerika, denkt hij. Snap je? Ja. Iedereen heeft zijn eigen bril op. Ja. Je zou misschien in dat perspectief ook kunnen zeggen van... Ja, voor de Nederlandse natuursituatie is het niet briljant... dat we zo'n intensief veehouderij hebben en dergelijke. Maar als je het nou wat Europeeser bekijkt... als dat hier gewoon heel goed gebeurt... moet Nederland dan ook niet zo'n speciale status krijgen... bij wijze van spreken, omdat we hier ook iets heel goeds doen... voor van driekwart gaan naar het buitenland toe. Van de ja, maar de vraag is of dat nodig is. Dat is ook een politiek vraagstuk natuurlijk. Ja, dat is een politiek vraagstuk, maar ook een ecologisch vraagstuk, denk ik. Want dan moet je die biodiversiteit in Nederland op willen geven. Ja. We zitten in een vruchtbare delta en dat betekent dat je hogere voedselproducties kan halen. Maar waarom zou dat niet in evenwicht met de natuur kunnen? Ja. In Europees perspectief, want wij hebben ook wel eens studies gedaan waarbij je zegt van... stel nou dat je in Nederland de stikstof zodanig reduceert dat je binnen die normen blijft. En je gaat het elders in Europa, ga je daar die productie verplaatsen. Oftewel,
Nou, dan krijg je echt heel veel meer voedsel te produceren dan dat als je het volhoudt in Nederland. He, dus, oh, en dan blijf je nog steeds binnen de milieunormen in die andere gebieden. He, dus een betere balans overal in Europa levert veel meer voedsel op. En dus ook voor ons gewoon weer biodiversiteit. Dus als die productie die hier dan verminderd raakt, wellicht, die gaat naar elders toe, dat heeft een gunstig effect. Ja, omdat, want je kan. Kijk, ja. Wij hebben toen naar Oekraïne gekeken, is nu misschien een beetje misplaatst voorbeeld. Hè, in deze situatie waarin we inzitten. Maar Oekraïne zit vrij laag nog in de stikstofbemesting, zodanig dat ze geen stikstofmilieueffecten hebben, hele grote. Daar zijn hele grote gebieden waar je nog meer stikstof kan toevoegen, de producties kan verhogen. En dat gaat echt om heel veel meer oppervlakte dan in Nederland. En dus over heel veel meer productie van voedsel. Ja, dus in die zin is qua voedselproductie is het helemaal niet erg. Als je daarom mikt om dat breder uit te spreiden. Wij produceren maar 1% van de wereldvoedsel. Ja. Maar we hebben wel de kennis. Hè? Laten we die vooral exporteren. Laten we die inzetten in die andere landen. Want daar hebben we wel heel veel aan ontwikkeld. En die is echt wel bruikbaar elders. En kan natuur met heel veel stikstof erin, kan het ook wel mooi zijn? Nou, je moet ervan houden. Maar denk jij dan direct aan als ik dat zeg? Ja, dus dan zie ik een hele monocultuur met maar 3 planten erin of zo, ja. Zonder insecten. He, dus nee, ik denk dat de beleving en de beauty, de zit toch echt wel in de diversiteit, de kleuren van de bloemen, de insecten daarbij. Ja. Nee, ik denk dat dat beter beleeft, ja. Maar dat zei Han Lindeboom, die je natuurlijk ook kent, die is emeritus marine-ecoloog van de Wageningen Universiteit. Die heeft ook wat contraire opinie hierin. En die zegt, nou, dat is een van zijn opmerkingen. Ook in een opiniestuk in Trouw van, het kan ook best mooie natuur zijn. Ik zit op Texel en ik zie daar ook af en toe wel mooie planten. Maar wat belangrijke kritiek van hem is, en wat toch heel veel verbazing oproept, is dat hij dan zomaar eens kan zeggen, het RIVM heeft 2,6% bijvoorbeeld dat ammoniak uit de oceaan komt. Ja. En ik ben marine-ecoloog, ik heb er nog nooit van gehoord dat er ammoniak uitkomt. Het is een put. Het verzinkt er juist in. Hoe kan er nou zo'n grote fout ineens zo'n publicatie staan? Nou, de vraag is of het fout is. Hè? Ja. En de vraag is, kijk, er zijn gewoon metingen aan de kust van ammoniak die laten zien dat er een verhoging uit zee komt. Of dat dan uit het buitenland komt, of dat rivieren stikstof is die daar weer uit verdampt. Hè? Dat is het proces wat onderzocht moet worden. De metingen laten zien dat er wel degelijk ammoniak vandaan komt. En dan kan je dus niet zomaar zeggen van, ik geloof er niet in, dus ik schrap die. Dus er is heel veel ruimte. Zo werkt het niet. Nee. Nou, hij zegt inderdaad, van als je dat dus dat zou schrappen, dan heb je 4 van de 5 Waddeneilanden. Die hoeven niet meer aan die eisen te voldoen. En ook een stuk Noord-Holland. Dat is toch een verbazingwekkend verhaal dat je ineens hoort. Wat is dit nou? Maar dit vind ik ook een beetje te kort door de bocht. En Han is een geweldige ecoloog, hè. En ik heb meer verstand van atmosferische depositie en transport. En ik bedoel, samen komen we heel veel verder. Maar ga niet op iemands ander vakgebied zitten, denk ik dan. Want dit is niet zijn vakgebied? Nou, niet de verspreiding ervan en niet de metingen van ammoniak bijvoorbeeld. Ja. Kijk, hij heeft in die pinguïnkolonies. Hij deed onderzoek, promotieonderzoek in de jaren 70, geloof ik. Ja, geweldig. Antarctica. Ja, geweldig onderzoek. En daar schermt hij u nu ook mee. Hij zegt van ja, die pinguïns, ja, dat is misschien een kilometer afstand. En dan heb je het niet meer. Ja, die stikstofemissies van hun nest. Ja, van de precies. Ja. En dan denk ik, ja, maar weet je, we zitten wel in een situatie in Nederland met heel veel pinguïnkolonies. Ja. Want 1 pinguïnkolonie heeft dezelfde emissie als een groot veebedrijf wat nog niet in de top 100 staat. Dus we hebben heel veel van dat soort bedrijven hier. Ja. Nee hoor, dus ik met Han, dus daar prima. Ben je wat sceptisch over? Over dat hij daar zo hard in gaat. Nee, dat vind ik jammer. Hè, want ja, maar het wekt echt verbazing op. Hè, en ook polarisatie en weerstand. En dan krijg je allemaal dat soort dingen weer natuurlijk. We werken een beetje naar het einde toe. En dan wil ik nog, de zomervakantie staat voor de deur. Mijn dossier gaat niet weg. In oktober gaat het kabinet nieuwe plannen maken voor de waterkwaliteit. Of bekendmaken voor de waterkwaliteit en voor de klimaatdoelen. Dus dat zal ook grote effecten op de boerderijen hebben, toch? Ja. Dat zijn Europese richtlijnen waaraan voldoen gaat. En dan heb je in maart de Provinciale Statenverkiezingen die effect zullen hebben op de Eerste Kamer. Ja. Is dat nog een spannend moment van wat er zal gaan gebeuren in de politiek? Ja, dat denk ik wel. Kijk, uiteindelijk zit het in de uitvoeringscapaciteit en mag het eigenlijk geen politieke rol spelen. Maar ja, dat zie je nu al bij het CDA en VVD dat het al een rol speelt. Hè. Dus er is heel veel te doen voor juli volgend jaar wanneer die gebiedsplannen klaar moeten zijn.
En die gebiedsplannen gaan over... Bij de provincies. Bij de provincies, over stikstof, natuur, over broeikasgassen en water. Dus inderdaad die aspecten daar ook bij. Ja, dat is behoorlijk aanpezen om dat voor elkaar te krijgen, denk ik. Ja, maar dus het dossier verzwaart zich nog als ook nog de waterkwaliteit erbij komt. Zeker, en de klimaatdoelen. Nogal. En ik denk dat klimaat meer restricties oplegt voor de landbouw dan stikstof en water. Dus wat dat betreft, hou je hart vast? Of hoe kijk je er tegenaan naar het najaar? Ik vind het jammer dat niet die opgave in één keer duidelijk is. Hè, van waar moeten we het nou in zoeken? Waar moet je ongeveer aan houden? Want dan kan ook een boer plannen gaan maken. Dat al die doelen bij elkaar waren genomen en één keer waren gecommuniceerd. Ja. En dat je weet waar je aan moet voldoen. Want nu heb je bij het eerste doel al zo'n hijsa. Ja. En dan komen er nog twee doelen bij en dan heb je straks de politieke verkiezingen van de provinciale staten. En dan het CDA wellicht, die heeft een belangrijke rol. Wat zal er met hun gaan gebeuren? Ja. Denk je daar ook aan? Ja, natuurlijk denk ik daaraan wat daar gebeurt en wat de consequenties daarvan zijn. En ik denk dat dat in deze situatie moeilijk in te schatten is, wat er gebeurt. Wat vervolgt? Zeker. Heel erg bedankt voor het gesprek, Jan-Willem Eresman, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Succes met alles. Dank je wel. Oké. Dank je.